Iemand die daar veel meer over kan en zal vertellen, dat is Harold Veldkamp van Netbeheerder Liander. Ik geef jou graag het woord. Ja, dankjewel, Jacqueline. Kijk eens aan. Aan mij de eer om namens dit prachtige convenant ook nog wat inhoudelijke toelichting te geven. Ten opzichte van hetgeen wat we van plan zijn bij Energienet Ameland. En we hoorden in het verhaal van de burgemeester vaak het woord experiment, pilot en meer van dat soort mooie woorden vallen. Dat is voor een netbeheerder, zoals we zijn als Liander, best wel een vreemd terrein. Simpelweg vanwege het feit dat het bij ons het altijd moet doen. Het moet betrouwbaar zijn, betaalbaar, niet te vergeten voor iedereen. En ook nog eens een keer bereikbaar voor iedereen onder dezelfde condities. En toch zijn we hier aan toegetreden. En ik zal uitleggen waarom dat het geval is. Sowieso gaan we een invoegen van een filmpje. We hebben de ambities al eventjes herhaald. Ameland heeft de ambitie om inderdaad zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoeften. Daarnaast ook nog eens een keer CO2-neutraal te willen zijn in 2021. We gaan het realiseren tot en met 2020. En daarnaast ook nog eens een keer 15 jaar vooruit lopen in zowel technisch als juridische zin, maar ook energetisch op de energietransitie. En dat zijn vrij pittige uitdagingen. Ik zal proberen te schetsen aan de hand van een opbouw wat die uitdaging voor ons daadwerkelijk inhoudt. Als je kijkt naar het huidige elektriciteitsgebruik, het is al even gememoreerd, maar voor de technici onder ons, gemiddeld gebruik op Ameland is ongeveer 6 megawatt. En daar hebben we onze infrastructuur uiteraard voor uitgelegd. En dit is even voor degene die letten op de omvang van de blokjes. Dit is ongeveer in verhouding. En dit is het elektriciteitsnetwerk. Er is daarnaast ook nog een gasnetwerk uiteraard van onze collega Netbeheerder Stedin. We hebben hier ook de vermogens opgesteld op Ameland voor wat betreft de huidige duurzame opwek. Onder andere het zonnepark. En dan krijgen we de vraagstukken die we nu met z'n allen hier op tafel gaan krijgen van alle partners gezamenlijk, maar ook van andere initiatieven op het eiland. Bijvoorbeeld de lokale ondernemers die ook met hun verduurzamingsplannen bezig zijn. Denk bijvoorbeeld, al gememoreerd, waar de NAM mee bezig is voor wat betreft de elektrificatie van de gaswinning. Als u ziet, als u die twee middelste blokjes bij elkaar optelt en je vergelijkt het met het grote van het paarse blokje, dan hebben we qua infrastructuur daar nu al een probleem mee. Dat krijgen we gewoon niet geleverd via die kabel zoals we die nu door het wat hebben liggen. Want in tegenstelling tot populair geloof voor de eilanders, wij zien het eiland niet als een losstaand iets. Want we zijn nog steeds verbonden met de vaste wal, met onze infrastructuur. En daar hebben we ook zo mee te dealen. Stel ook dat wij bijvoorbeeld de woningen aardgasvrij willen maken op Ameland door middel van een elektrificatie. Als een voorbeeld. Dan hebben we in één keer 5 tot 6 keer zoveel elektriciteit nodig op het eiland. En dat levert helemaal een uitdaging op voor de huidige infrastructuur. Te meer ook omdat een van de fijne randvoorwaarden die we met z'n allen hebben gedefinieerd is dat wij in het kader van energiezelfvoorzienendheid is het niet echt een heel goed verhaal om te vertellen wanneer we dat vervolgens beginnen met het leggen van een extra kabel door het wat. Dus dat willen we dus op een andere manier gaan realiseren. Dat betekent dus die elektrificatie van die woningen of het aardgasvrij maken van die woningen, zou dat wellicht ook anders kunnen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met warmtenetten, met brandstofcellen, bij de warmtepompen, noem het allemaal maar op. En dan kom je eigenlijk al, plus alle andere vraagstukken die we daar hebben, van wat komt er nu eigenlijk op ons af? En voor een netbeheerder is dat eigenlijk best wel een aparte manier van werken. Simpelweg vanwege het feit dat we normaal gesproken krijgen wij een vraag van de klant, die lossen we individueel op. En hier zitten we voor het eerst gewoon met alle partijen gewoon tegelijkertijd om tafel. En zitten we gewoon naar elkaar te kijken, hoe kunnen we elkaar helpen? En hoe kan dat ook nog eens een keer resulteren in een goede infrastructuuroplossing? Die nog steeds, want we blijven netbeheerder, nog steeds maatschappelijk betaalbaar en betrouwbaar blijft. En dan krijg je vraagstukken. Moeten we daar extra opwek bij gaan realiseren op het eiland zelf? Denk erbij aan zonnepanelen, maar lossen we het alleen op met zon? Waarschijnlijk niet, want dan hebben we 's nachts geen licht. Tenzij dat onze kabel het dan nog wel weer regelt. Maar ook aan onze infrastructuur. We zijn gewend, zeker in de situatie in Ameland, dat wij met dubbele wattkabels werken. Als de ene kabel die we normaal gesproken in gebruik hebben, als die inderdaad in onderhoud gaat of dat die in storing gaat, dan willen we zorgen dat het licht blijft branden hier op Ameland. En dus wordt die andere kabel aangeschakeld. Maar stel nu dat je een oplossing weet te vinden op een alternatieve manier en dat je die kabel dubbel kunt gaan gebruiken.
zou dat ook een mogelijkheid zijn. Nou, dat zijn eigenlijk voorbeelden van mogelijke oplossingen, scenario's. Die wij met z'n allen, zoals we hier nu zitten, qua convenantspartners, maar ook met input van de Amelanders zelf, graag willen doorexerceren. Want de discussie met iedereen is goed, maar de discussie op basis van realistische en haalbare scenario's is veel beter. Dan weet je daarna namelijk zeker dat het ook uitgevoerd kan worden. En dat is uiteindelijk waar het om gaat hier. We hebben hier een aantal staan. Dit is niet limitatief. De microfoon, ja, dat is hier. Dit is zeker niet limitatief. Er zijn ook andere ideeën, bijvoorbeeld met getijdenenergie, geothermie hebben we het al over gehad. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden. Die worden de komende tijd allemaal keurig op een rij gezet, keurig uitgewerkt. En daarna hebben we dus een uitstekend middel om met de bewoners en met de bedrijven hier op Ameland in gesprek te gaan. Zoals hier staat, met uiteraard die gezamenlijke discussie over die gewenste richting. Want hoe je het ook wendt of keert, blijft het eiland van Amelanders zelf. En als die daar geen zeggenschap over hebben, ik vond het voorbeeld met de windmolens vond ik prachtig. Het kan bij onze analyses, zou het er zomaar uit kunnen komen dat bijvoorbeeld een combinatie van zon en wind technisch gezien de meest perfecte oplossing is. Maar wanneer er totaal geen draagvlak voor is, dan wel dat er wetten en regels in de weg staan, geloof ik. Dat de uitdrukking is, dan hebben we daar nog steeds andere keuzes in te maken. Simpelweg vanwege het feit dat het gewoon niet haalbaar is. En dat we dus op een andere manier daarmee om moeten gaan. Betekent dus dat je wel zoekt naar een zo breed mogelijke ondersteuning. Maar we weten ook van tevoren, we zullen nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Nou ja, dat hoort helaas bij dit soort trajecten. En dat sluit mijn verhaal eigenlijk af. Dus volgens mij ruimte voor het stellen van vragen. Zijn er aanwezigen die plenair hier in de zaal vragen willen stellen? Dan kan dat nu. Volledige stilte, kijk. Het doel van volledig energie-neutraal in 2021, is dat ook reëel te bereiken met die scenario's die daar net geschetst? Ik zal de vraag even herhalen. Is het doel om de scenario's te halen realistisch voor in 2021? Ja, want daar is de scenarioontwikkeling op gericht. Zoals ik net al zei, we zetten allerlei verschillende mogelijkheden op een rij. Die uiteindelijk ook uitgevoerd moeten kunnen worden. Ergo, dan moet je dus ook richten op die CO2-neutraliteit. Want dat is even de randvoorwaarde. Naast dat een andere randvoorwaarde is dat we bijvoorbeeld die wadkamer niet gaan uitbreiden. Die planning is al helemaal zo opgericht dat het doel gehaald. De planning die zijn we dus nu met z'n allen aan het opstellen. We zitten nu aan de vooravond van het begin van het hele traject. Dus wat we nu gaan doen is al die technische scenario's in beeld te brengen. Maar we hebben onze horizon wel gericht op die realisatie van die CO2-neutraliteit in 2021. Dat klopt. Nog andere vragen? Meneer. Ja, de vraag is of we de kabel kunnen gebruiken voor de teruglevering. Als hier zoveel mogelijk wordt geproduceerd, dat we dat op het eiland niet meer nodig hebben. Ik kan u zeggen, dat is nu al het geval. De kabel die we nu in enkele vorm gebruiken over het wat, die zit nu al af en toe vol met teruglevering vanaf het eiland. Dus dat betekent dus dat we dan al iets van een goede 6 megawatt op de vaste val krijgen vanuit het eiland. En het prettige van energie is, in dit geval elektriciteit, de wet van Ohm werkt altijd. Dus het gaat altijd naar de weg van de minste weerstand. Dus als er geen vraag is op het eiland, maar op de vaste wal wel, dan gaat het daar naartoe. Je vertelde ook dat je dit samen wil doen met de burgers van Ameland. Hoe hebben jullie dat voor ogen om dat te gaan doen? Hoe kunnen de Amelanders mee participeren in dit plan? Sowieso, wat hier staat, deze mooie maquette hier, dat wordt eigenlijk gebruikt als instrument om die discussie vorm te geven. We hebben daar nu een eerste aantal mogelijke scenario-elementen hebben we daar al op voorbereid. Gewoon om het eerste gesprek aan te kunnen gaan. Maar ik verwacht dat we de komende tijd nog veel meer van dit soort elementen zullen gaan toevoegen. Naarmate de scenario's zich verder ontwikkelen.
als we die scenario's hebben doorgerekend en zeker weten dat het inderdaad ook een haalbaar iets zou kunnen zijn, dan kun je dus inderdaad middels oploopjes met de bewoners en met de bedrijven die interactie zoeken van waar liggen jullie voorkeur? Hoe zouden jullie dat op basis van dit? Hebben we iets over het hoofd gezien? Dat soort sessies zullen daar gaan plaatsvinden en uiteindelijk moet er dan een keuze worden gemaakt. Maar ik weet niet als je bedoelt met participeren dat er ook financieel geparticipeerd moet worden. Misschien is dat een vraag die de burgemeester wil beantwoorden. Ja, natuurlijk. Als burgemeester zal ik daar ook het ja op zeggen. Kijk, het punt is, laten we maar gewoon even praktisch houden. Stel dat we een warmtenet zouden moeten gaan aanleggen, dan betekent dat nogal wat. Hè? Want dan komen de leidingen ergens in de straten zitten en dan komen de aansluitingen aan huizen en dan moet er een warmtewisselaar in een huis enzovoort. Nou, dat kun je niet zonder de gemeente doen en zonder de bevolking doen. En daar moet je keuzes in maken. Dus op een zeker moment zou de gemeenteraad daar keuzes in maken. Uiteraard moet er voldoende draagvlak zijn. Je kunt niet iedereen naar de zin maken. Dus iemand die zegt van nou, ik wil niet dat mijn straatje wordt opengebroken. Ja, het kan misschien wel gebeuren. Maar uiteindelijk, het uiteindelijke doel moet zijn dat we daar allemaal ons voordeel bij hebben. En ook diegene die dat misschien nog niet zo ziet, op een zeker moment denkt van goh, het is toch wel heel erg prettig wat hier gebeurt. Dus dat zijn... laten we zeggen, als je collectieve keuzes moet maken, ja, dan moet je dat via de gemeenteraad doen en dan moet je daar een voldoende draagvlak voor hebben. Maar we zien het nu bij de warmtepompen wel, dat diegene die het nu al privé kan inschrijven op het meedoen aan zo'n project, ja, dat zijn de voorlopers. Dat zijn mensen die zeggen van ja, kom maar eerst bij mij. En dat helpt ook erg, hè, want dat zijn de ambassadeurs. Klopt. Wat zijn er nu voor die andere voor mogelijkheden om ook verder in te zoomen op de windsurf? Bijvoorbeeld is het denk ik dat die opslag van elektriciteit gaat regelen. Zou dat net over 5 jaar anders uitzien? Nou, het net gaat hier op Ameland er sowieso anders uitzien zodra bijvoorbeeld de NAM de elektrificatie wil gaan doorzetten. Want hoe je het ook went of keert, op de huidige productielocatie bevindt zich nog geen infrastructuur van ons. Dus die kabel zal sowieso moeten worden aangelegd. De vraag van opslag vind ik lastig, omdat het al een invulling is van een scenario en een keuze is voor een scenario. Maar het is wel inderdaad een optie die we nadrukkelijk overwegen. Bijvoorbeeld, we hebben in een ander traject gezien elders in het land, dat we bijvoorbeeld spanningsproblemen als gevolg van zonopwek kunnen verhelpen tijdelijk door het inzetten van accu's. Dus dat we daarmee de infrastructuur niet hoeven uit te breiden, alleen maar door de inzet van accu. Dat zou mogelijkerwijs hier ook op het eiland een rol kunnen spelen. Dus in die zin, we kijken heel nadrukkelijk naar wat er mogelijk is. Maar, blijf het herhalen, we moeten er ook zorgen dat het inderdaad betaalbaar en betrouwbaar blijft. Want hoe je het ook went of keert, wanneer wij met dit plan klaar zijn, is één ding zeker, is het voor ons in elk geval geen experiment, want het moet namelijk werken. De energievoorziening van het eiland is hier dan weer van afhankelijk. De energievoorziening voor de industrie is hiervan afhankelijk. En nou ja, misschien dat Anton er anders over denkt, maar volgens mij moet de productie gewoon door blijven draaien. En kunnen we ons niet veroorloven omdat vanwege een experiment even een dag het eiland zonder energie zit. Ja, we hebben sowieso die projecten die net al enigszins gememoreerd werden voor wat betreft de groene verlichting die hier nu op het eiland wordt geïnstalleerd. De reden waarom wij hier als Liander in zitten is dat we het juist binnen onze normale manier van werken willen integreren. Dat betekent dus ook dat dit vanuit onze normale begroting, die we ook voor al ons andere werk gebruiken, dat we hier ook gewoon ons geld gaan allokeren. Wij beschouwen dit dus eigenlijk... Ook al is het wellicht nu nog even niet zo het geval. Maar we beschouwen dit als een normale manier van werken voor ons. En dus moet het ook gefinancierd worden uit onze normale budgetten die we daarvoor hebben staan. En dus concurreren de investeringen hier ook met de investeringen in bijvoorbeeld vervangen van gasbuizen in Amsterdam, om maar eens wat te noemen.
Dat is heel nadrukkelijk voor ons van belang. Dus dat we hier niet separate innovatiebudgetten aan toegekend, maar dat we dit inderdaad gewoon regulier vanuit onze normale bedrijfsvoering, dat die uitgevoerd worden. Dus ook vanuit een normaal bedrijf? Klopt. Ja, dat klopt. Ja, want ik kreeg gisteren bijvoorbeeld ook een vraag van iemand, zo van gaan jullie hier ook met variabele nettarieven werken? Dat is voor ons is dat heel lastig, simpelweg vanwege het feit, de burgemeester heeft het ook aangegeven, in zaken de repeteerbaarheid en een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland en misschien wel de wereld. Ik hou het even als nationaal netbeheerder bij Nederland, als u het niet erg vindt. Willen wij het repeteerbaar maken in elders in Nederland, bijvoorbeeld andere gebieden vergelijkbaar met Ameland, en daar zijn er nogal wat van in ons verzorgingsgebied, dan kan ik mezelf niet veroorloven om hier met experimentele technologie of oplossingen of businessmodellen te gaan werken, omdat ik het daarna niet meer kan hergebruiken. Dus ik moet het gewoon vanuit hier, ook op onze normale manier, binnen de bestaande wet en regelgeving, gewoon uitvoeren. Ik denk dat een hele goede vraag is en een goed antwoord. En nog één dingetje aan toevoegen. Ik denk de kans die we hier zien met z'n allen, is dat we allemaal de oplossing van A naar B met minder CO2, die moet ook een kosteffectief ding zijn met sociaal draagvlak. Waar we de kansen zien, is dat als je alle oplossingen in isolatie bekijkt, zijn ze allemaal heel erg moeilijk. Maar de kans die aangegeven wordt, zegt van oké, als ik nou met biogas en fuel cells werkt, dan hou ik opeens een heleboel warmte over en kan ik die dan gebruiken en wordt daardoor het bedrijfseconomische plaatje beter. Of als ik die extra kabel kan gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassingen in de regelgeving, op het moment dat die eigenlijk niet nodig is en daarmee energie kan opslaan, zodat op het moment dat die wel nodig is, ik die energie uit die opslag kan halen, is er dan een win-win-win. Waar zowel degenen die op elektrisch willen rijden, op elektrisch willen koken en op elektrisch de industrie willen draaien. Wat die oplossingen zijn, want ik denk de vraag was, zijn er al concrete investeringen nu? Nee, dat weten we nog niet, want dat is precies waar deze partners bij elkaar op zoek zijn naar, wat is nou de ideale combinatie? En je ziet dus, zeg maar, de NAM-locatie heeft een heel industrieel energiedemand. Dus dat is 24/7 vlak, huishoudens. Die hebben pieken en dalen. Als de toeristen op het eiland zijn, wordt de piek nog veel groter in de zomer. Nou, dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat maakt het geloof dat in het experiment, ook omdat we natuurlijk al 10 jaar bezig zijn met elkaar, dat we gezien hebben, ja, samen, Philips was in de driving seat voor het groene licht samen met de gemeente. Maar het hele duurzaam Ameland convenant zei, nou ja, dit vinden we mooi, dit doet energiebesparing. We gaan ledverlichting doen. Energiebesparing maakt dat de vraag kleiner wordt, waardoor het probleem om het op te wekken ook weer kleiner wordt. En daar zie je dan kans, want straatverlichting moet er toch. Nou, zijn er dan oplossingen die we met z'n allen, waardoor we ook het probleem van opwekking, waardoor de belasting van de kabel wat kleiner wordt, et cetera. Ja, want een van de dingen die je eigenlijk hieruit zou kunnen komen, we hebben bewust de term smart grid dus vermeden bij dit energienet. Omdat smart grid met name een redelijk technische connotatie heeft. Terwijl hier nu juist die menselijke factor zo van belang is. Dus we hebben er bewust voor gekozen om echt gewoon het Nederlandse woord energienet hiervoor te gebruiken. Verder nog vragen? Nou, dan dank ik jou hartelijk, Harold. Goed, we hebben denk ik nu een aardig beeld van wat de reden is waarom een innovatief energienet er moet zijn op Ameland. Dat is bevestigd door de partners. Dan zijn we voor hier in deze ruimte klaar. Zijn de partners verdeeld over de andere ruimte. En heeft u de kans om hen aanvullende vragen te stellen. En bijvoorbeeld over hun verdere rol in het convenant en in het energienet. Voordat we die kant op gaan, even de planning. Zo rond 12:15 vertrekt hier de elektrische bus voor de rondleiding langs de
duurzame projecten op het eiland. Diegenen die mee willen, nou, zorg dat je op tijd ervoor klaar staat. Lunch is verzorgd, ook zo rond 12 uur zal dat klaarstaan. Diegenen die niet meegaan, die wil ik alvast hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Maar we zijn nog niet klaar, we gaan zo verder in de subzalen. Voor nu in ieder geval, dank voor uw aandacht en het wordt vervolgd.